spelen bij Jong Oranje. Ja. Wie van de spelers van Jong Oranje gaat het Groot Oranje absoluut niet halen? Nooit. Wat zijn dit voor vragen? Dat is met een knipoog. Nee. Nee, je moet er eentje noemen. Parkeer hem. Okay. Op welke volger ben je het meest trots die je op social media hebt? Mbappé volgde jou bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, Neymar. Zinkgraven. Ja. Trots, ja. Weet niet echt meer. Nee? Nee. Geen enkele naam die echt naar boven komt. Je vader, misschien? Nee, geen stel. Oké. Okay. Wie is de grootste smeerlap in je team? Kenneth Taylor. Eén keer raden wie Mitchell Bakker had genoemd als grootste smeerlap. Wie? Jou. Mij? Ja. Gek. Ja? Ja, dat klopt niet? Dat klopt echt niet. Ja, wat doet hij? Hij doet niet echt rare dingen of zo, maar... Veel boeren laat of zo? Of... Nee. Gewoon Kenneth. Kenneth? Gewoon punt. Kenneth. Je gaat niet uitleggen wat hij vies is. Nu wil ik weten, wat is jouw slechtste wedstrijd die je ooit hebt gespeeld in je hele leven? Er is echt wel een wedstrijd waarmee je denkt, nou, ik raakte echt geen pepernoot. Ik denk mijn eerste wedstrijd Jong Ajax. Ja? Ja, tegen de Graafschap. Nou, vertel eens. Ja, ik zat er gewoon niet lekker in, maar alles ging gewoon mis. Die allereerste wedstrijd, niet je alles, kijk, niet alles ging mis, maar veel dingen lukte gewoon niet. En ben je daar gewisseld in de rust? Of? Nee, niet eens gewisseld. Nee. Als jij coach was, had je jezelf gewisseld? Ja, ik had mezelf zwaar gewisseld. Voor welke topclub zou je absoluut niet willen spelen? Liverpool, United, AC Milan, Inter, Juve, Real, Barça. Ja, wat is dit? Ja, zeg maar. Het is lastig, man. Ja, het is lastig zeker. Lastig. Ik ga niet makkelijke vragen stellen. Arsenal. Oké. Okay. Waarom? Ben je meer voor Tottenham? Ben je meer voor Chelsea? Nee, gewoon Arsenal. Vind je gewoon geen mooie club? Jawel, maar als ik uit die club zou kunnen kiezen en Arsenal was er ook, zou ik niet voor Arsenal. Tijd voor de volgende challenge, boys. Deze heet Jeu de Bal. Je mag de hoepel dadelijk een stukje die kant op gooien. Ja. Niet te ver, maar ook niet te dichtbij. En dan moet je de bal erin tikken. En moet hij stil liggen? Hij moet stil liggen in de hoepel natuurlijk. Steen, vier, schaar. Oh, God. Nou, dan mag jij beginnen, maar met het verkeerde been. Oh ja. En waar moet ik hem ongeveer gooien? Ja, niet te ver, maar niet te dichtbij. Moet wel een beetje... Met links, hè? Ja. Laat me in links zien. Hey, oh! Oh! Nee! Hey, dat is netjes, hè? Hey! Slak! Ja! Oh, nee, man! Ga naar rechts dan. Ah, hij duikt af. Kijk, dit kan hem zomaar... Ietsjes halen. Ietsjes halen. Oh. Misschien moet je juist een keer met je verkeerde been proberen. Dat je dan iets meer... Zal het zijn dat hij er dan wel in gaat? Zal ik het gewoon doen? Ja, dan ben je wel legend. Kijk, deze. Oh. Zal ik het gewoon doen? Doe het rechts, ben je wel legend. Als hij dan in gaat. Zal ik het doen? Ja, tuurlijk. Maar dat is gewoon helemaal diep. Oh. Oh, kom op. Het gaat hard, man. Goede richting wel. Wil je een keer met het goede been? Als het van hem mag? Ja, ja, het is goed recht. Kijk het hier. Laatste keer, jongens. Ja, hij is pittig, man. Nee, man. Oh, gaat die voor jou zijn naar rechts? Ja. Ik weet ook niet. Nee. Hey, man. Gelijk spel, jongens. Ah, gelijk. Houden we het nog spannend. Is papa het even voordoen? Ja. Doe je niet, hè? Nu ben ik echt benieuwd, hoor. Ik ook. Ja, tuurlijk. Wel knap, hoor, als jou het wel lukt. Stel dat jij trainer was van Jong Oranje, welke van je teamgenoten zou je dan nooit opstellen? Wie ik niet zou opstellen... even kijken. Jij bent de baas nu, hè? Nu? Ja, jij bent de trainer. Je bent de trainer van Jong Oranje. Jij mag bepalen.
ken het weer. Ik zou Mitchell Bakker op de bank zeggen. Nee, hij gaat tribune zelfs. Niet eens op de bank. Moet even leren om op de bank te zitten. Nee. Grote mond. Nee, dat niet eens. Maar hij weet het. Hij gaat straks aan hem vragen. Oké, bij welke teamgenoot stap jij nooit in de auto? Frimpong. Die kwam er als eerste heel snel uit. Frimpong. Levensgevaarlijk? Ja, ik kan niet echt rijden. Verkeerde baan, spookrijden of gewoon veel te hard? Ja, nee, hij kan het gewoon niet. Hij kan het niet, man. Jij bent een rustige coureur natuurlijk. Ik kan wel goed rijden. Ja? Ja, man. Ja. Ik kan goed rijden, maar Frimpong, nee. Nee, moet je niet naast zien. Oké, duidelijk. Bij welke teamgenoot zou jouw vakantie compleet uit de hand lopen? Of is dat al gebeurd? Dat zou nee, kunnen. Nee. Bij wie of met wie? Met wie. Ik denk met... nu, van hier. Ja, is goed. Ik denk Range. Sorry? Define. Ja? Van een goede stapper of... Ik denk dat het wel met hem leuk is. Ja, man. Ja, dat zou goed uit de hand lopen. Ja. Of Myron. Ja, die is ook wel lekker. Ja, jongens, jawel. Het zijn niet alleen topschutters binnen de velden, maar ook buiten. Geen commentaar. Ah, oké, heel goed. Oké, boys, tijd voor de laatste challenge. We gaan two-touch spelen, maar niet zomaar two-touch. Voordat je de bal speelt naar elkaar. Wil ik een naam horen van de speler uit de selectie van Jong Oranje. Oké. Dat is de uitdaging. Dus veel succes zou ik zeggen. Goed. Oh. Met achternaam trouwens, hè? Achternaam ook? Achternaam. Wauw. Voor de nacht of alleen achternaam? Nee, alleen achternaam is ook goed. Geen truidig. Radan. Oh. Hey, wat gebeurde er? Kom op. Ah, geen truidig. Summerview. Radan. Telen. Burger. Nee man! Lekker. 1-1. 1-1, 1-1. Bogarde. Van den Berg. Timber. De Keizer. Van Ecke. Hé, ik kan houden, bro. Fuck hem met jou. Hoe moet ik dit houden? Ah, ik beweeg het toch. Ik heb verloren. Goeie verlies, hè. Dankjewel, boys. Gedaan, man. Dankjewel, man. Dankjewel. Wat is de leukste nickname binnen de selectie van Jong Oranje? Nee, man. We hebben wel bij VI een bijnaam voor jou. Oeh. Linksbakker. Linksbakker? Wie is die verzonnen? Ik? Dat is wel goed, linksbakker. Ja? Nooit gehoord? Nee. Echt niet? Nee. Maar vanaf nu even, jongens, jij komt straks de kleedkamer binnen zeggen, noem me vanaf nu linksbakker. Nee, deze heb ik voor het eerst gehoord. Oh, maar vind je ervan? Ja, is leuk. Cijfer? Cijfer? 5,5. Nou, voldoende, prima. Ik neem hem. Nou goed, dan gaan we naar de laatste vraag. Dat was de eerste vraag. Welke van de spelers van Jong Oranje gaat het Groot Oranje absoluut niet halen? Ik kan je hem echt niet geven. Nee, ik weet echt niet. Nee? Wie van deze spelers van Jong Oranje gaat nooit het Groot Oranje halen? Mitchell Bakker. Wil je mijn shirt winnen? Voorspel dan hoeveel duels ik win in de aankomende wedstrijd. Ik ben heel blij. Wil je mijn shirt winnen? Voorspel dan hoeveel duels ik win in de volgende wedstrijd.